Tom van der Looij, 2-0 winnen jullie bij Jong AZ. Na vrijdag ook al Jong PSV te hebben verslagen. Dat was nipt met 1-0. Nu waren jullie weer duidelijk beter. Veel kansen, weinig weggegeven. Het oogt meer solide de laatste tijd, toch? Ja, eens. Tegen Ajax pakten we weer eens de 3 punten. Of tegen PSV, sorry. Maar was het spel niet goed. En vandaag vond ik het al een stuk overtuigender. Eerste helft zaten we er prima in, denk ik. Uit de omschakeling een paar grote kansen. Uiteindelijk maken we die niet af. Maar in de tweede helft maken we uiteindelijk het verschil. Is dat dan toch een beetje het vertrouwen dat je haalt uit zo'n wedstrijd van vrijdag? Na 5 wedstrijden niet gewonnen te hebben. Dat dan toch wat doet een paar dagen later hier op het kunstgras. Weinig ambiance natuurlijk. Het zijn moeilijke wedstrijden. Om daar dan toch geconcentreerd te spelen en verdiend te winnen? Ja, ik denk het wel. Alhoewel AZ natuurlijk ook in een prima fase zat. Wonnen van Jong Ajax afgelopen vrijdag. Dus die waren waarschijnlijk ook vol vertrouwen. Maar de 3 punten hebben ons wel een boost gegeven. En die willen we nu doortrekken naar deze periode. Naar MVV vrijdag. En woensdag pakken we de draad weer op. Om het spel weer verder te verbeteren en weer de 3 punten te pakken. Kritiekpuntje dat het toch wel lastig doelpunt te maken is voor jullie? Ja, vind ik wel. Als je ziet hoe vaak we toch wel door zijn gekomen vanuit de zijkant. Voorzetten die dan net niet aankomen. We hebben ook al wat afgewisseld met de spitsen natuurlijk. Maar ja, mooi dat Sian vandaag weer scoort. Hij speelde ook een goede wedstrijd vandaag. En heel balvast. Dus ik vond ons vandaag gewoon overtuigend. Terecht overwinning. Jij ook, overtuigend. Legt die bal goed neer voor Moussaba. Ja, lekker om met een assist belangrijk te zijn voor het team. En ik had ook wel het gevoel dat die 2-0 wel redelijk beslissend was. Lekker. Je wordt steeds beter, denk ik. Kijk, ik ben altijd kritisch op mezelf. En ik vond de afgelopen wedstrijden redelijk. Maar niet goed genoeg voor mij. Dus ik ben blij dat ik vandaag weer een prima pot heb gespeeld. En met een assist belangrijk kon zijn. Je legt de lat hoog, terecht. Wat moet beter? Nou, ik wil graag dominant zijn. Aan de bal, zonder bal. Vooruitspelen en dus ook beslissend zijn met een assist. Goede paas. Vandaag een paar keer de opening naar de andere kant. En helemaal lekker inderdaad de assist. NEC stijgt van plek 14 in 3 dagen naar plek 8. Zo snel kan het natuurlijk ook gaan. Hè? Ja, zo snel kan het gaan. Als je in een flow komt, in een goede fase, dan kan het inderdaad snel gaan. En we hebben nu wat vertrouwen getankt, denk ik, met 2 overwinningen op rij. Ja, en die lijn moeten we echt gaan doortrekken. Je zat misschien een beetje op een dood spoor bij FC Groningen. Nu goed in je vel, je speelt. Ja, tot nu toe blij met mijn overstap. Kijk, op een dood spoor. Vooruitzicht voor speeltijd was gewoon een stuk minder bij Groningen. En daardoor heb ik een huurverzoek ingediend destijds. Blij met de interesse van NEC. Een hele mooie club. Zit goed in mijn vel hier. Leuk team, goede staf. Ik woon iets buiten Nijmegen in Lent. Dus het gaat goed. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik ga elke dag met een glimlach naar het werk. En er zit meer rek in, denk ik, hè? Moet ook. Zeker. Persoonlijk of het hele team? Ja. Allebei, denk ik. Ja. Ik zal mezelf maar beantwoorden. We hebben een jonge ploeg. Ik ben zelf ook jong. Dat betekent meestal de ene week een 8, de andere week misschien iets minder. Maar we moeten zorgen dat we constant zijn. Met Rens erbij, ervaren jongen, merk je dat al wel meteen. Ook mooi voor Matthijs natuurlijk om 2 keer weer de 0 te houden. Jullie geven weinig meer weg, hè? We geven minder weg. Komt natuurlijk ook vanuit voorhoede dat we beter druk zetten. Want ik vond de afgelopen 2 wedstrijden dat we goed hoge druk zetten. Dat moeten we vasthouden. Solider worden, nog beter gaan spelen en dan geloof ik in mooie dingen dit seizoen.